Welkom bij Studio NBF met deze gasten. Geef een hartelijk applaus. Michel Thyssen van Fashion Point. Michel, we gaan het hebben over jouw nieuw project, Walk Your Brand, maar daarover straks meer. Misschien nog even, voor wie het niet zou weten, toch Fashion Point voorstellen. Fashion Point is al meer dan 35 jaar toch wel een heel gevestigde waarde in Maasmechelen. Voor alles wat betreft fashion en kleding, schoenen, accessoires, u kan alles onder één dak vinden bij ons. Zowel voor mannen, vrouwen als voor de jeugd tegenwoordig. Fashion Point ken ik ook als een bedrijf dat al jaren de toon zet. Hè? Want jullie zijn diegenen die uitpakten met grote modeshows in de Limburg Hall destijds al. Met Annemie Ramakers op televisie, Astrid Bryan. Heel sterk bekend bij het grote publiek. En nu zeg je, gaan we naar het zakelijk publiek. We gaan daar ook de trend zetten. Wat wil je doen? Ja, klopt. Wij zijn begonnen met een concept Walk Your Brand. We deden dat in het verleden ook al. Dus we hadden bepaalde bedrijven, een deel referenties waar dat wij al mee samenwerkten, die toch bedrijfskleding nodig hadden met iets meer cachet en natuurlijk ook functioneel. Nu, wij merkten een stijgende vraag, vooral het laatste jaar. En ik dacht, ja, we moeten daar toch eigenlijk iets mee gaan doen. Dus vandaar dat eigenlijk het concept Walk Your Brand is opgezet. Ja. En dat willen wij nu in 2015 lanceren. En je geeft ook een beetje coaching aan die bedrijven, want je zegt, kijk eens aan, er zijn merken, en we zien hier een paar beelden, van Dior en Nespresso, waar dat heel duidelijk bekende mensen worden gestyled en geassocieerd met het merk. Denk je dat ook een kleiner bedrijf zich kan associëren met zijn merk, dat ze ook hun brand kunnen uitdragen? Ja, absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen tegenwoordig, wanneer dat zij een associatie gaan maken met de persoon die jouw bedrijf vertegenwoordigt, dat zij veel sneller geneigd zijn om de associatie te maken met jouw bedrijf in kwestie. Waardoor dat je ook eigenlijk een beetje hetgeen wat je uitstraalt, dat trek je aan. Absoluut, een stukje sympathie. Maar ook absoluut wanneer dat jij goed voor de dag komt. Mm. Je kan maar één keer een goede indruk maken. Mm. En alvorens dat je inhoudelijk kan vertellen waarvoor dat jij staat en wat dat je doet, denk ik dat je kansen wel kan vergroten om dat gesprek het ijs te breken. Mm. We hebben deze zomer ook gezien, Michel, dat mensen kunnen enthousiast gemaakt worden. Bijvoorbeeld met onze Rode Duivels. Hè. Allemaal achter de ploeg en allemaal vooral in de outfit van de Rode Duivels. Nu, jullie gaan natuurlijk kiezen voor merkkledij. Jullie gaan niet met t-shirts afkomen. Hè. Welke merken mogen ze wel verwachten in dit assortiment? Goh, wij werken eigenlijk met heel veel sterke merken van verschillende leveranciers. Dat gaat van Roberto Cavalli tot Hugo Boss, Philippe Lai, D-Squared. Mannen en vrouwen? Zowel mannen als vrouwen. En het klinkt nu misschien heel gek, maar vooral voor de bedrijf hebben wij eigenlijk heel veel maatpakken van Hugo Boss, maar ook van Olymp en van Stones. Mm. Voor de vrouwen hebben wij pas als referentie zelfs kleedjes van Cavalli voor op een beurs. Die wouden eigenlijk net iets meer in de picture komen en net iets meer uitpakken. Want dat is natuurlijk het verschil, hè? Het zal misschien, als ik het zo mag zeggen, een beetje duurder zijn bij jullie. Ja, het is eigenlijk afhankelijk met wat je gaat vergelijken en hoe je voor de dag wilt komen. Het is, wij zijn zeker absoluut niet de duurste, want wij kunnen heel gericht en op maat werken. Maar het is wel zo, er zijn bedrijven die rijden met een Audi, met een BMW of met Peugeot. Het hangt er eigenlijk een beetje vanaf wat je als bedrijf wilt uitstralen. De uitstraling telt. We hebben een paar referenties hier op rij gezet. Provincie Limburg, Gallo-Romeins Museum enzovoort. Dat zijn dus bewijzen dat het al begint aan te slaan. Ja, klopt. Wij hebben pas ook een grotere bestelling gehad van de Vasco-groep. Die leveren we nu binnenkort uit, ook voor op een beurs te staan. Michel, ik denk dat het gaat lukken. Dames en heren, geef ze een hartelijk applaus. Michel Thyssen. Dank je wel.